8:15 s'avonds. We zijn op Maastricht Airport. We vliegen met dit enorme toestel naar Kuwait. Met om precies te zijn 69 paarden. En zo ziet dat er hier aan de binnenkant uit. Hier zijn geen stoelen. Het is een toestel met alleen maar cargo. En in dit geval alleen maar paarden. We mogen op deze vlucht mee als grooms, als paardenverzorgers. Er wordt heel goed voor deze beesten hier gezorgd op 10 kilometer hoogte. Want ze vliegen bijvoorbeeld ook niet in een rechte lijn. Nee. Goedemorgen, het is inmiddels 5:00 AM. We zijn net aangekomen hier in Kuwait. De paarden die zitten nog in het toestel. Wij gaan eerst door de douane en dan de paarden. Hoe vaak per week doe je dit, hè? Nou, we hebben vanaf september ongeveer 2-3 vluchten per week. En bijna allemaal naar de golfregio. Allemaal escorten? Ja, ja. Wat een enorme business is dit. Ja, en het is in Kuwait is een booming business. Paardensport is heel populair. Er komen heel veel mensen, vooral naar Nederland toe. Het is inmiddels 6:15, 24 uur later zeg maar. En we zijn hier in Kuwait, dit is de manege, dit zijn de stallen. Je ziet hier de springpaarden. En ook een deel van deze paarden zat gisteren bij ons op het vliegtuig. Gisteren, eigenlijk nog maar een paar uur geleden, want zo snel gaat dat in de paardenwereld. Van Limburg hier naar Kuwait. Heel bijzonder om mee te maken. Want hier is een temperatuur van over de 50 graden, luchtvochtigheid heel hoog en dat is ook voor deze springpaarden, warmbloeden, is dat niet te doen. Ja, daardoor komen ze naar Nederland. Dus die komen bij ons, hoe noemen we dat, overwinteren en overzomeren? Overzomeren en goed, Nederland heeft een geweldige goede infrastructuur. Wij hebben een heel hoog niveau voor de wedstrijdsport, vooral de springsport. En dat trekt deze Kuwaitis aan om naar Nederland te komen. So now we have also our place there in Nykerk. We bought a stable and we also own and we have a house that belongs to my uncle in Groenekan. So it's a little bit being other and a second home, you know. Yeah, it's a little bit, a lot of flying, but in the summer here you can't do anything when the weather gets to 45 or 50 degrees.